Lekker, hè? Oh, hij staat zo knap. Zo, dat had ik echt heel mooi. Zo lekker. Jongens, dat mogen jullie aan het begin van de video doen. Nee! Leuk dat jullie kijken. Het is weer tijd voor een spetterend, fantastisch, heerlijk, akelig nieuwe video. Hier vanuit onze woonkamer. Jawel, het is gezellig. Ik ga jullie even wat laten zien. Misschien is het tijd dat we deze gaan verbranden. Nou, doe niet zo raar. Ik maak een grapje. Zie je me lachen? Leuk dat jullie kijken. Mocht je deze vrouw nog niet kennen, dan gaat ze zichzelf nu even voorstellen. Hoi, ik ben Nina. En ik ben 22 jaar oud. En ik kom uit Groningen. Ik woon nu in Amsterdam. Je kan me vinden op LinkedIn, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Oké! Mocht je dan niet geabonneerd zijn op mij, dan doe dat even. Je kan me even abonneren door op het abonneerknopje te klikken. Want abonneer ook op mij. Doe dat vooral niet. Doe het wel. Laten we even tongen voor de camera. Oh, geil. Hey, het is weer tijd voor het moment van het jaar dat ik besluit om een Q&A te maken. Je had geen andere video idee, zeker? Nou, eentje de zoveel tijd moet je even de kijkers updaten van waar je staat in het leven. Mm-hmm. En wij hebben natuurlijk een close relatie als beste vrienden. Dan moet je soms even ook updaten. Oké. Okay. Ja? Mm-hmm. Ben je er klaar voor? Ja, als je het zo tegen mij schudt. Oké, vraag nummer 1. Dat weet jij maar voor. Deze is van Peter. Ook al volgt Petrus. Als Nina een penis zou willen, zou je dat toestaan? Dat vind ik een bijzonder goede vraag. Laat me even nadenken. Jij met een penis, maar betekent dat dan ook dat je vagina verdwijnt? Dat denk ik wel. Als ik een penis zou willen. Oké, maar wat als ik een penis erbij wil? Let's fucking go. Als ik dan geen vagina meer heb? Nee, dat zou ik wel lastig vinden. Dat zou betekenen dat wij nooit baby's kunnen maken. En dat zou ik wel. Dat zou ik jou ook fucking ongelukkig mee maken. Ja, klopt. Dan moeten we adopteren. Dan moeten we straks een Chinees adopteren of zo. Dat moet je niet zeggen, Kelso. Dat kan je echt niet zeggen. Hoezo? Je kan toch gewoon als je een Chinees wil adopteren, kan dat? Ik kan ook een Noors iemand adopteren. Ik kan ook een albino genaamd Kelvin adopteren. Ja, ik stel me bij deze ter adoptie. Oké, nou leuk voor jou. Een euro. En dat vind ik wel heel veel voor jou. Zo vol. Wanneer ga je Nina haar hand vragen? Dat vraagt mijn vader dus. Dat vind ik wel een bijzondere vraag. Even kijken. Mag je hand? En het is gebeurd. Nou ja, ik weet niet eens of ik überhaupt ooit je hand ga vragen. Ja, dit is mooi deze kop. Nee hoor, tuurlijk. Ooit ga ik knijterhard met jou trouwen. Dat ga ik dan echt helemaal doen. Nou, we hebben nog geen één serieuze vraag beantwoord. Oké, nu gaan we even... Oké, tijd voor een serieuze vraag. Wie is jullie lievelingspersonage uit Riverdale? Die van mij is Luke Perry, maar hij is dood. Luke Perry is die vader van Archie. Ja, dat was echt mijn lieveling. Hij was zo lief en... Ik moest echt naar huis toen ik las dat hij overleden was. Ja, vond ik echt niet leuk. Jughead is knij. Ik vind Archie ook vet. Jughead vind eigenlijk iedereen vet. Ja, iedereen is best wel vet. Ja. Zelfs die rode kuthoer is ook vet. Jij gaat zo gaf van woorden. Ik heb echt al lang niet meer naar jouw video's gekeken en ik weet nu waarom. Ja, ik denk dan als ik toch moet kiezen... Jughead. Oké. Okay. Waarom zijn jullie zo schattig? Nou, dat valt reuze mee. Hey, normaal man! Maar ik probeer nu gewoon even je bek. Ik ben aan het praten. Help! Help! Ja. Hoe hou je het seksleven spannend? We lachen omdat we eigenlijk helemaal geen seks hebben. Nee, we hebben 3,5 jaar geen seks meer gehad of zo. Nee. Ik denk dat het belangrijk is dat je elkaar gewoon nog verrast in bed. Dus gewoon niet alleen... Seks is natuurlijk gewoon seks, maar je kan er allerlei dingen mee doen. Juist. Je kan dingen online bestellen, weet je wel. Verras elkaar. Dat is denk ik belangrijk. Juist. Hoe houden jullie het vol met elkaar? Niet. Pardon? Sorry. Nee, ja, elkaar gewoon... ik denk omdat we allebei gewoon ons ding doen. Dat je hebt elkaar altijd wat vertellen en het leven is nooit saai. Nee. Wie geeft meer geld uit aan onnodige dingen? Nou, we gaan het even bijhalen. Nee, dit kan je echt niet doen. Wat is dit? Is dit nou een boksbal die een halve keer gebruikt is? Echt niet, al 2 keer. In... Een maand. 2 weken. Nee, wel. Dat is gewoon. Omdat? Als ik agressief word van jou, dan sla ik op die boksbal. Oké. Dat is op jou. Oh. Oké. Nee, kijk, oké. Ik geef misschien geld uit aan onnodige dingen, maar jij probeert ook nooit geld te besparen. Dan hebben we bijvoorbeeld 2 kratjes bier. Nou, dat is gewoon statiegeld van 7 euro. En dan vind jij het al niet waard om die mee te nemen, want dat kost je dan te veel moeite. Dan denk ik, ja, hallo. Ja, dat vind ik dan nog erger eigenlijk. Oké. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Voor de mensen die dat nog niet weten, gaan we het bij deze even vertellen.
Je hebt dus zo'n straat in Amsterdam genaamd De Wallen. En als je daar doorheen loopt, staan er vrouwen achter ramen. Wordt helemaal gruwelijk voor jou. Wordt echt helemaal gruwelijk. Sorry. We hebben echt al lang een video opgenomen en ik weet nu waarom. Oké, dan gaan we nu even normaal. Ik ben gewoon straight on point. Oké. Wij zaten allebei in de middelbare school feestcommissie en toen leerden we elkaar kennen. Toen gingen geruchten over dat we samen zouden zijn, maar dat was helemaal niet zo. En toen uiteindelijk vond je mij een teringleier, maar ik vond jou op zich wel leuk. En toen uiteindelijk vond je mij ook leuk. En toen hadden we samen, omdat een gerucht ging dat we hadden gezoend en die gingen we toen waarmaken. Toen hadden we een relatie. Ja, dat is het. Hou je van kip? Ja. Ik hou ook van kip. Hoe was jullie eerste keer seks? Doen mensen dit echt voor hun plezier? Dat dacht ik bij de eerste keer. Oh, thanks. Hallo, weet je hoeveel pijn dat doet bij een vrouw? Nee, gelukkig niet, nee. Nee, nou, anders had dan denk je gedaan. Echt, waarom doen mensen dit? Is Nina een jongen? Nee. Nee, dat kan ik je vertellen. Nina is volledig 130 kilo vrouw. Nee, grapje. Dat zijn allemaal inkoppers. Dat moet ik niet meer doen. Nee, Nina zegt, je bent perfecte formaat, perfecte rondingen, perfecte hoofd, perfecte innerlijk. Wil je nog meer complimentjes? Waar zou je ooit nog heen willen met Nina? Ik zou nog wel een keer naar... IJsland willen. Ik zou nog wel een keer naar de McDonald's willen met Nina. Hoe kan je haar zo goed blijven zitten? Nou, dat zal ik je even vertellen. Hoe zit je haar zo goed altijd? Mijn haar zit altijd zo fantastisch omdat Nina het elke ochtend doet. Mm-hmm. Ja. Yep. Ik heb niet een vraag, maar ik vind het leuk om te zien dat jullie gewoon echt jezelf blijven. Nou, dankjewel. Dankjewel. Loortje vindt het ook lekker, hè? Mm-hmm. Willen jullie nog meer katten? Ja! Nee. Ik wil een hond later. Ja, niet nu. Aan de andere kant, ons kattenleven is ook al perfect. We hebben twee lieve katten. We hebben echt topkatten. We hebben topkatten. Dat kan ik je wel vertellen. Nina, hou je aan je voedsel om niet te dik te worden, zeg maar? Ja, hou jij je eigenlijk aan je voedsel? Dat wil ik ook wel eens weten, ja. Nou, Kelvin is een beetje dom, dus ik denk niet helemaal dat hij het begrijpt. Maar ik begrijp de vraag wel. Oh. Ik doe niet aan een dieet of zo. Ik eet gewoon wat ik lekker vind. Het gaat allemaal om balans. Wat wel belangrijk is, is dat je als je tijd hebt om te koken, dat je moet koken. Want ik kook heel veel en dat is wel veel gezonder dan... Ja, jij kookt wel veel. Ja, en ik vind koken leuk. Kelvin, heb je je school afgemaakt? Nee! Nee, dat heb ik... Nou, ik heb mijn middelbare school afgemaakt. Oké, een droom die wil dat je uitkomt. Dat ik... eerder sterf dan jij. Nou, zullen we die droom doen die iets eerder uit kunnen komen dan dat? Nee, maar dat is mijn droom. Dat ik gewoon... Nee, dat jij eerder sterft dan ik? Dat jij eerder sterft dan ik. Sorry, dat bedoel ik. Zo, ik was... Nee, ik bedoel het andersom. Dat jij eerder sterft dan ik. Zodat jij niet met de liefdespijn hoeft te zitten. En het is een beetje... Of jij wil gewoon... Het boeit jou niet gewoon als ik ga. En dat je dat niet aan mijn hoeft laten zien. Allebei op hetzelfde moment, hand in hand. Oké, maar hoe oud... Nee, dat moet je niet zeggen. Nee, dat moet je niet zeggen. Ik wil heel graag moeder worden later. En ik wil een huis met een tuin. Dat zijn mijn dromen die wel uitkomt. Lekker Nina, love you. Beloofd. Fles jou niet. Flash and never. Okay. I'm always there for you. I'll be there for you. Kijk, er komt een donkere wolk uit. Ja, het gaat omweren. Ja, de hele licht wordt ook kut op de kaart. Godsamme kut. Nee, ophouden nou! We moeten zo'n schelpotje voor jou maken. Zo, ja. Wat een euro erin. Wie is in voor een schelpotje voor Kelvin? Dan mag u elke keer een euro in het potje doen als hij schelt. Hoe gaat het met jullie relatie? Dat vind ik een goede vraag. Ik vind het wel een beetje een gevoelige vraag. Het gaat op zich steady. Ja. Maar we merken wel dat we het allebei drukker krijgen in het leven. Ja. En je merkt ook dat de dynamiek en de structuur in de relatie verandert. Ja. En dat is gewoon, dat gebeurt, dus daar moeten we dan mee omgaan. Ja. Maar het is wel een dingetje wat we nu merken. Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is, ik bedoel van ja, maar ik bedoel van... Wat zeg je? Ik bedoel meer van, het is goed dat iedereen niet altijd weet dat alles perfect is. Want ja, weet je, wij moeten er gewoon mee leren omgaan en het komt vanzelf. En we weten ook dat we van elkaar op aan kunnen, dus het is niet dat we dan heel erg... Gaan. Nee, en belangrijk is om met elkaar te over praten, weet je wel. Als je het idee hebt van, yo, ik heb gewoon even een keer meer aandacht nodig. Ja. Dat je dat dan gewoon ook aangeeft. Want ja, je kan beter, zeg maar, de wond voorkomen dan een pleister opplakken. Wat een wijze woorden. Wat een wijze woorden.
Nu we het toch over wijze woorden hebben. De raarste plek waar jullie seks hebben gehad. Deze vraag hebben we al zo vaak beantwoord. Ja, maar die is wel anders dan voorheen, denk ik. Ja, voorheen was het op balkon. Ja, maar nu hebben we het nog en wel weer wat nu hebben we op een wc bij ADE. Ja. Mag jij wat anders in je hoofd? Ik ga er vandoor. Later. Pils. Door kunnen we van op hoorn uit mij, als ik je... Wat zeg jij? Ja, niks. Wie van jullie twee is het slimst? Ik denk jij. Ik ook. Grappig. Maar ik denk dat jij het slimst bent. Al heb ik, ben ik HBO afgestudeerd. Jij bent, ja. Nee, maar we zijn allebei slim op onze eigen manier. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ja, jij bent weer iets creatiever dan wat ik ben. Nou. Maar dat is wel zo. Ja, oké, denk het wel. Nina of YouTube. En we gaan door. Nee, naar nu moet je reageren. En de volgende vraag. Zeg het. Zeg het. Nina of YouTube. Nina of YouTube. Bedankt voor het kijken. Tot volgende keer.